het sneeuwt. Nou, het heeft gesneeuwd en het is nogal vroeg in de ochtend, dus er ligt nog sneeuw. En we zijn nu even rondjes expres aan het lopen, omdat het zo fijn is om hier te staan. Kom maar. Waarom heb je spullen erin gedaan? Omdat de kastjes niet open zijn. Pakbaar. Nou, ik kan of delen met mijn moeder of dat. Oh, dus je moeder die moet nu dingen vast gaan houden in plaats van filmen. Of ik kan die daarin leggen. Ja, maar daar heb je niks aan, want je moet het zo meteen aan. Ik ga wel stoppen met filmen, ja? Ik ga Bel nu pakken en dan ga ik een klein rondje met haar lopen, omdat ik graag ook wil zien hoe zij reageert op de sneeuw. En ik wil graag bereiken dat ik meer op de, op de letter ga rijden. En ik hoop dat ik ook in de goede verlof kom. Dit is een nadeel aan de onderkant van het paardstaart. Er komt gewoon poepen. En dan ben jij met je goede gedrag je pony staart aan het vlechten. En drie keer raden wat er gebeurt. Ik poep maar jou. Het is te glad om erop te gaan zitten. Dan is het verstandiger om er even naast te lopen. Spel dan zou glijden of glibberen, dan zit Tessa in ieder geval niet op. Ik wil zeggen dat alles inmiddels hier gesneeuwschuift is en gestrooid. Dus zoals je ziet is de meeste sneeuw al weg. Vandaag zijn we overal de eerste, ook in de bak. Nee. Lekker Tess. Nou, ga lekker nog even rijden, Moppie. Kijk uit voor Nancy dat je er niet omver rijdt. Ik ga het gewoon maar sneller. Snel is duivel. Nou. Ze vergeten de accu op te laden volgens mij. Succes! Ja, dat is wel een goeie als je daar achteraan gaat. Ik bedoel, Tess is een pony, dus eigenlijk zou je daar iets boven mogen.
Van Snijo. Volgens mij kost het nog best wat moeite. Kijk, we hebben nog 4 minuten. Het is wel grappig dit. Je ziet ze, het gat wordt steeds groter. Ja. Is Nancy probeert Tess bij te houden. Het gat wordt alleen steeds groter. Rippy? Ja, ik ken zo'n red rippel, maar... Rippy. We hebben een pony van buitenaf, een Rippy. En daar zit Lin op. En dat is een A-ponnetje van 1,11 meter. 6. 1,11 meter? 1,11 meter, 6, moest ik er nog bij zeggen. Kijk dan, hoe cute. Dat is toch te leuk. Dus haar eerste proefje is proef 1 klasse BB en die wordt gestudeerd door mevrouw Schever, als ik dat goed uitspreek. Ze komt de bak in, dan mag ze eventjes een rondje rijden en dan gaat ze zich natuurlijk eerst even voorstellen bij de jury, zodat ze weten dat je de goede bent. Nou, en dan is de jury nog even bezig met andere dingen, waardoor je even de tijd hebt om de bak te verkennen. Dat is altijd handig. Hoe meer tijd je hebt, hoe handiger het eigenlijk is. Voornamelijk omdat je zo even je pony of paard kan laten wennen aan de omgeving. Dus het wordt Tessa wel een thuiswedstrijd, maar dat neemt niet weg dat er soms opeens toch maar bakkabouters zijn. En die wil je eigenlijk helemaal niet. Dus ze kan even een rondje met Bel hobbelen en dan kijken hoe het gaat. Tess bereidt altijd de proef even voor, voordat ze gaat rijden. Dan kijkt ze in de KNS-app de video altijd. Ze leest de proef ook altijd even, dat zag je net al in beeld. En dat deed ze dan op de pony, maar dat doet ze thuis ook altijd even. En ze heeft de bakletters en die bakletters die gebruikt ze dan gewoon thuis op de vloer om eventjes de proef te lopen. Dus op zich is dat altijd wel grappig. Zometeen gaat ze dan beginnen. En deze jury is wat strenger dan andere juries. Dus op zich is dat altijd weer interessant om te kijken waar ze dan in verschillen. We gaan beginnen bij AXC binnenkomen in arbeidsdraf. Een C op de linkerhand. Tess krijgt hier dan een 6 voor. En er staat wel keurig recht bij. Nou, in een vorige proef heeft ze dat ook te horen gekregen, dat het keurig recht was. Dus die AC-lijn beheerst ze wel. Maar ze gaat eerst eens even in Volte rijden en dan gaat het daadwerkelijk beginnen met AXC. Binnenkomen in arbeidsdraf C op de linkerhand. En hier krijgt ze dus die 6 voor. En keurig recht. Dat is altijd fijn. Wel jammer als je keurig recht rijdt in de BB dat je dan een 6 krijgt. C op de linkerhand. En dan krijgen we EBE, een grote volte. EBE, een grote volte. Voor deze volte krijgt ze een 6. Helaas staat er verder niks achter. Dus ja, ik weet niet waarom het een 6 is. En waarom niet hoger of lager. Maar daar krijgt ze dan een 6 voor. En dan krijgen we FXH van hand veranderen. En hier krijgt ze ook een 6 voor. Hier staat helaas verder ook niks bij. Dus ik weet ook niet waarom. Tester, doel was op de letters rijden. Dus daar kunnen wij wel zelf naar kijken. Of ze ook daadwerkelijk op de letters rijdt. Ja, hier zie ik wel echt op de letter. Nou, dan gaat ze naar H toe. Kijken of ze op de H binnenkomt. Nou, volgens mij is dat prima. Dan vervolgens BEB, grote volte. En ook hier krijgt ze een 6 voor. Ja, een 6 en geen commentaar. Dan wordt het altijd een beetje lastig om te zien wat er dan beter kan.
En wat je dan moet doen om er een 7 of een 8 voor te krijgen. Er zijn ook juryleden, schrijven er gewoon veel bij. Daar leer je over het algemeen ook wel ietsje meer van. Dus FNA overgang arbeidsstap. Ook hier krijgt ze een 6 voor. Dus de overgang is blijkbaar een voldoende. Dan krijgen we KXM van hand veranderen in arbeidsstap. Tussen X en M op de diagonaal overgang arbeidsdraf. Meer contact met de ponymond bewaren, staat daarachter. Dus dat betekent eigenlijk gewoon dat ze de teugels te lang houdt. Nou, dan staat er tussen X en M diagonaal overgang op arbeidsdraf. Ze krijgt hier dus die 6 voor. En dan gaan we zo meteen naar de E afwenden. En hier krijgt ze zelfs maar een 5 voor. Halve bak rond en dan gaat ze bij E afwenden, dan krijgt ze een 5 en dan krijgt ze bij B rechterhand een 6. Dan krijgen we tussen F en A arbeidsgalop rechts aanspringen, hier krijgt ze een 5 voor verkeerde galop. En wel zo snel mogelijk herstellen staat daarbij. Nou weet Tess nog niet zo heel goed in welke galop ze zit, dus dat is voor Tess wel lastig. Maar het is wel fijn dat erbij staat dat ze dat zou moeten doen, gewoon herstellen. Dan gaat ze naar tussen H en C overgang arbeidsdraf en daar krijgt ze een 5 voor. Arbeidsdraf, en dat is dan een 5. Oké, staat niks achter. B afwenden, 5,5. Let op stelling plus buiging. Dus gaat ze naar B, gaat ze afwenden en doet ze stelling en buiging. E, linkerhand, daar krijgt ze dan wel een 6 voor. Dus dan doet ze het blijkbaar beter dan aan de andere kant. Krijgen we tussen K en A arbeidsgroep links aanspringen. 6, verder geen commentaar bij. Dus dan gaan we weer verder. Tussen C en H overgang arbeidsdraf. Krijgt ze ook een 6 voor. Dan krijgen we nu via KDH een linksomkeert. En wederom een 6. Volgens mij zit ze net niet op de D, maar goed. Blijkbaar is dit wel voldoende voor een 6. En dan krijgen we CXZ grote volte en weer een 6. Dan krijgen we daarna de via FDM rechtsomkeer, dat wordt een 5,5. Onrustig in de aanleuning staat daarbij. Dus gaan we even kijken in de aanleuning wat er dan onrustig is. Het is wel handig dat ik bij de jury sta dit keer, want dan kan je namelijk gewoon beter zien wat de jury ziet. Nou, oké, het zal. HXF van hand veranderen. En hier krijgt ze voor een, je raadt het al, 6. En dan gaan we naar het einde van de proef. Want dan is het tussen F en H overgang arbeidsstap. Dan krijgt ze ook een 6 voor. Ze gaat nu over in stap. En dan vervolgens is het A afwenden, krijgt ze ook een 6 voor. Tussen X en G halt houden groeten, 5,5, staat niet stil tijdens het groeten. Nou, dat is iets wat Bel nog moet leren. Ik noem gelijk even de andere punten op. Stap 6,5, draf 7, galop 6,5. Impuls krijgt ze een 6,5. Mooie figuren gereden, dus dat is dan wel fijn. Dus dan heeft ze gedaan wat ze wilde, namelijk zorgen dat ze op de letterrij. Contact en verbindingen 5. Probeer meer verbinding contact. Rijvaardigheid een 6,5. Te houden met probeer meer contact te houden met pony, mond. Nou ja, zoiets staat er. En dan staat er het effect van de hulpen een 6. Ronder instellen. En dan houding en zit van de Amazone een 7. Verzorging van het geheel een 8. En dit levert er 180,5 punt op. Het ging heel goed, alleen vond ik het wel jammer dat ze een verkeerde galop zat. En nu? Nu, op naar het volgende proefje.
En dan gaan we nu naar de tweede proef. Proef 2, klasse BB. Nog steeds met de jury mevrouw Schaefer. Zometeen dan mag Tess gaan beginnen. En dan krijgen we AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C op de linkerhand. Hiervoor krijgt ze een 6. En er staat bij let op stelling plus buiging bij C. Dus we gaan even meekijken naar de buiging en de stelling bij C. Nou, dan mag ze de hele diagonaal over. Hier staat verder geen commentaar bij. Dus gaan we naar E, afwenden en arbeidsstap. Daarvoor krijgt ze een 6. En dan bij B, rechterhand en arbeidsdraf. En ook daar krijgt ze een 6 voor. En even meekijken. Het is dus blijkbaar gewoon voldoende. Dat is op zich wel fijn. Oké. AXA, een grote volte. En daar krijgt ze voor. Klikken raden. Ja, precies. Een 6. Vervolgens wordt het tussen A en K overgang arbeidsstap. En hier krijgt ze een 5 voor, want het zou tegen de hand zijn. Ik weet niet of we dat kunnen zien. Ja, ze doet het kopje een beetje omhoog. Oké. KEB, halve grote volte. En na enkele passen paard de hals laten strekken voor B, teugels op maat 5. Hoofdhalshouding moet meer dalen. Dat betekent dus gewoon dat er neus veel meer naar beneden moet. Dat klopt ook. Maar Bel moet dat nog, en Tess samen, moeten dat in de proef nog beter leren. Dus op zich, ze ontspant al wel meer, dus dat is al veel meegenomen. En dan moet ze voor B teugels op maat, en dan krijgen we F, A, K, arbeidsdraf. Ik vind eigenlijk dat je best wel lang de tijd hebt tussen F en K eigenlijk, om in arbeidsdraf te gaan. Tess heeft geleerd om na de letter dan te beginnen, dus die gaat na F waarschijnlijk gewoon in draf. En ook hiervoor krijgt ze een 6. En dan gaat ze in draf. Nou, dat was volgens mij best netjes. Dan krijg je KXM van hand veranderen. En bij M doorzitten. Nou, hier krijgt ze een 6 voor. Staat verder niks bij. En dan zometeen. Er staat veel achter, dus lees ik wel volgens voor. C, grote volte en arbeidsgelop links aanspreken. Krijgt ze een 6. Iets tegen de hand. Probeer pony iets ronder te stellen. Ja, je ziet hier de hoofd hier omhoog komen. En dan moet de pony meer rond ingesteld worden, maar ze krijgt wel een 6. Dan mag ze na de grote volte op C de hoefslag volgen en in arbeidsdraf. En hier krijgt ze ook een 6 voor. Nou, dit was verder gewoon. Voor E arbeidsstap. En dan krijgt ze ook een, jawel, 6 voor. En dan E, F van hand veranderen, F arbeidsdraf doorzitten. En ook hier krijgt ze een 6 voor. Nou, vervolgens mag ze bij A een grote volte en op de volte arbeidsgalop rechts aanspringen. Je krijgt ze een 5 voor en dat is op zich ook logisch, want Bel springt aan in de verkeerde galop. En Tess corrigeert niet, dus ja, dat is jammer. Je krijgt bij A hoefslag volgen en ook daar krijgt ze een 5 voor, maar ze zit natuurlijk nog in die verkeerde galop. Voor E arbeidsstap, oh sorry, A hoefslag volgen en arbeidsdraf, daar krijgt ze een 5 voor. Ik weet dan niet waarom eigenlijk. En dan voor E arbeidsstap 5. En dan zeggen ze tegen de hand. Dan krijgen we bij E afwenden. B linkerhand en overgang arbeidsdraf 5,5. Let op stelling plus buiging. Dus nu komt ze richting C. Stelling en buiging. Dus meer laten kijken waar ze heen gaat. CXC in grote volte, krijgt ze een 6 voor. En HXF van hand veranderen, krijgt ze ook weer een 6 voor. Oh, sorry, we zitten nog bij de grote volte. Ze krijgt bij CXC die grote volte een 6. En daarna gaat ze HXF van hand veranderen en ook daar krijgt ze dus die 6 voor. Van hand veranderen. Wel netjes op de letter. Goed gedaan, Tess.
En ook daar komt ze op de letter uit. En dan gaan we nu nog E, B, half grote volte. Daar krijgt ze ook een 6 voor. En als ze klaar is met de halve grote volte, krijgt ze tussen F en A overgang arbeidsstap. Krijgt ze een 5,5 voor, iets tegen de hand. Gaan we even kijken. Ik geloof het. En dan A afwenden, tussen X en G halt houden en groeten. Ik zal vervolgens de rest ook voorlezen, want anders is alles alweer voorbij. Stap krijgt ze 6,5, draf een 7, galop een 6,5. Impuls 6,5, probeer je pony ronder in te stellen. Contact en verbindingen 5, rechtvaardigheid 6,5, effect van de hulp een 6. Houdingen zit een 7 en verzorging van het geheel een 8. En dit geheel krijg je 179 punten. En dat is eigenlijk altijd het rottigste wat je kan hebben. Oh nee, 179,5 is het rottigste wat je kan hebben. Want dan heb je net geen 180. Dan kan je in de BB toch geen winstpunten halen. Maar voor Tess is het altijd wel fijn als ze de 180 punten haalt. Ik heb heel erg lekker gereden. Alleen was ze net even iets te rustig. Dus af en toe wou ze er een beetje uitvallen. Maar voor de rest ging het goed. Ik vond zelf dat mijn proefje heel erg goed ging. Alleen vond ik het wel een beetje jammer dat de jury zei dat wel rond moest rijden. Dat betekent buigen. En ik heb met de eerste proef 180,5 punt. En de tweede proef 79 punten. 179 en 180,5. Maar het ging toch heel erg goed.